Hallo. Ik ben op weg naar de ruïnes van het kasteel van Fukuoka, alsof ik nog niet genoeg kastelen gezien heb. Nou, dat zal wel nooit gebeuren, denk ik. Maar voordat ik er ben, wil ik even iets laten zien wat, voor zover ik weet, alleen in Japan gebeurt. En dat is namelijk, ik ben al een paar keer, sinds ik hier ben, in dit plaatsje, 1,6 miljoen bewoners, bijna van de sokken gereden door een fietser. Kijk, waar is dat ding? Ah, daar, hier, fietspad. Maar daarnaast, voetpad. Nou, er staat hier staat er een scheiding tussen, maar dat is meestal niet het geval. Fietsers die rijden hier op de stoep. En de reden daarvoor is, op de straat zijn geen fietspaden. Ik ben één plaats geweest, dat is ook, daar kom ik straks later draait ook weer in Kanazawa, heb ik fietspaden gezien. Maar voor de rest is dat een onbekend fenomeen hier. Dus ze rijden gewoon op de stoep. Soms staat het op de stoep aangegeven nog wel van zo. En mensen lopen gewoon ook over de fietsstuk heen en de fietsen gaan gewoon ook over voetpaden heen. Dus het is uitkijken geblazen hier, zelfs als je nog maar gewoon te voet bent. En ik heb nog nooit een knokpartij van zien komen, dus het zal allemaal wel goed blijven gaan. Dit is voor mij wat ooit de slotgracht van het kasteel was, of iets wat in de buurt is. Daar kom ik zo terug.